Voilà, het webinar is gestart. En nu zie ik al wat mensen die zijn toegekomen. Mensen die aan het toekomen zijn, hartelijk welkom op het webinar van Local Exclusives. We gaan uiteraard nog even wachten tot we nog met wat meer volk zijn. Ondertussen, onze gastsprekers die zijn er helemaal klaar voor om jullie te inspireren. Misschien een korte vraag, want jullie zouden mij moeten zien of ons moeten zien en mij moeten horen op dit moment. Jullie kunnen vragen stellen via de chatfunctie en de Q&A. Dus misschien een eerste vraag aan de deelnemers of dat jullie ons duidelijk kunnen horen en of dat jullie ons zien. Jullie mogen dat gewoon in de chat zetten. En dan krijg ik hier, yes, perfect, top, 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 goed, goed, goed. Nice. Oké, dat werkt. Voilà, voilà. Even in de techniek altijd testen. Voilà, voilà. We gaan nog even een paar minuutjes wachten tot... Een paar minuutjes wachten tot als we nog ietsje voltalliger zijn. En dan kunnen we dadelijk aan beginnen. Voilà, ik hoop dat jullie ook wat kunnen genieten ondertussen van de zonnige dagen. Alhoewel dat het koud is. Maar kijk, we pakken het positieve erin mee. Dus we beginnen vandaag met een Nederlandstalig webinar. Later gaan we ook nog Franstalige webinars brengen. Maar dit is ons eerste webinar van Local Exclusives. En we beginnen met een... Nederlandstalig panel en vandaar ook een Nederlandstalig webinar. Uiteraard mogen de vragen in beide landstalen gesteld worden. Wij zullen op het einde van de presentatie voorzien wij een vragenrondje. Dus normaliter eindigen we om 14 uur. Het kan zijn dat we een klein beetje uitlopen, maar we gaan proberen alles binnen dat... timeframe te doen. Dus ik stel voor dat we er meteen invliegen. Welkom bij het eerste webinar van Local Exclusives. En dat draagt de titel Purpose Marketing, the Relevance of Local. En ik heb de eer om jullie een paar topmensen voor te stellen die straks een presentatie gaan doen. Ik ga straks even kort een introductie doen over Local Exclusives. Dat gaat een vijftal minuutjes duren. Daarna hebben we de presentatie van Paul Bayard rond Purpose Marketing. En dan heb ik een member talk, dus we proberen tijdens elke presentatie ook iemand uit te nodigen. En we gaan een gesprek hebben met niemand minder dan Philip Kleijs. Dus de man achter de Jonkman, twee sterren in Brugge. En ook de founder van de North Sea Chefs. En ja, dat is vandaag natuurlijk een zeer relevant verhaal als het gaat over purpose marketing. En tot slot hebben we de Q&A, de vragenronde langs jullie kant, die we gaan opsparen naar het einde toe. Een vijftal minuutjes. Indien langer, wij zijn beschikbaar, dus wij kunnen zeker langs onze kant nog wel wat uitlopen. Om te beginnen ga ik even Local Exclusives kaderen. Waarom hebben wij Local Exclusives opgestart? Dat is eigenlijk begonnen tijdens de eerste lockdown, waarvoor dat coronacrisissen niet goed zijn, niet waar. Tijdens de eerste lockdown hadden wij plots wel wat tijd in onze agenda en werden wij geconfronteerd met een aantal zaken die rondom ons gebeurden. Wij zagen een aantal van onze klanten en mensen die... ja, die toch in het verleden heel veel werk hadden, die goed bezig waren met hun business, die plots geconfronteerd werden met heel wat vraagtekens. Net zoals, denk ik, heel de wereld heel wat vraagtekens heeft gekregen over hoe moet je positioneren tijdens die crisis en hoe moet je daarmee omgaan. We zagen tegelijkertijd ook heel wat belangenverenigingen opduiken. De horeca is bijvoorbeeld zeer goed vertegenwoordigd. De heer Matthias Kaluwe doet dat heel goed. Hij komt regelmatig in het nieuws. We hebben een aantal andere belangenverenigingen, de eventsector, die ook altijd een spokesperson hebben. Maar we hebben eigenlijk gezien dat de maakindustrie in België, dat die eigenlijk geen vertegenwoordiging hebben. En de maakindustrie, dan spreken we over eigenlijk alle producten die in België gemaakt worden, die ja, toch een persoonlijk karakter hebben, die een kwaliteitsvol karakter hebben. Dus dan wat dat wij noemen, we hebben dat samengevat als de premium en luxe sector.
Dat zijn eigenlijk producten die van Belgische origine zijn, die dicht bij de consument zijn, waar het ambacht in steekt. Kwaliteit voor het materiaal steekt er in dat product. Authenticiteit, verfijning, erfgoed. En last but not least, zijn heel wat van die merken of persoonlijkheden bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het belang van de consument en de omgeving wordt daarin heel belangrijk. Duurzaamheid wordt daarin nog meer dan ooit belangrijk en het stukje korte keten. En bovenal, het laatste puntje is misschien wat het belangrijkste nog is, is het passie. De passie die dat elke ondernemer eigenlijk aan de dag legt om van elk product eigenlijk het beste te maken. Elke dag probeert hij of zij zijn product beter te maken. En dat is wat wij eigenlijk definiëren als zijnde de Belgische maakindustrie. Dus dat is niet natuurlijk enkel de zware metalen, hè, want er wordt ook wel eens gezegd van de maakindustrie, dat zijn de heavy industry. Maar we hebben eigenlijk heel mooie producten gaande van mensen die dranken maken, mensen die chocolades maken, handtassen, meubelmakers, messen. Chef, we hebben heel wat chef-koks. Bijvoorbeeld die ook een product zijn, want het restaurant is, een restaurant is ook een product. En dat is eigenlijk de, hoe zal ik het zeggen, de gemeenschappelijke deler, onze reason why van Local Exclusives. Die reason why, dat is heel belangrijk, want daar gaat straks Paul in zijn presentatie op doorgaan. Even onthouden, de reason why is superbelangrijk, meer dan ooit vandaag, om te weten wat dat je wil doen. Heel kort, we hebben een aantal leden hier onder onze deelnemers. Voor de mensen die Local Exclusives nog niet kennen, hebben wij drie rollen die wij opnemen. Dat is één van communicatie, en tweede zijn business tools en het derde is networking. Communicatie, wij communiceren over onze leden aan de hand van diepteverhalen, nieuwtjes, lanceringen brengen we op onze website. Zowel bij Local Exclusives als bij onze partnerwebsites, puurdeluxe.be, als ook via ons LinkedIn-netwerk. Binnen beide netwerken geraken wij toch ondertussen al aan 20.000, 25.000 unieke bezoekers die dat eigenlijk onze nieuwsgaring lezen van Local Exclusives. Ook mooi om te weten dat binnen LinkedIn Business dat wij een zeer groot netwerk hebben in België met vooraanstaande mensen, leidinggevende mensen, kaderleden, CEO's, C-levels. Maar ook politiekers die ons ook genegen zijn. Het kan misschien raar klinken, die hebben vandaag natuurlijk heel veel te doen. Maar zelfs de eerste minister heeft al posts van ons geliked en geshared. Dus ja, dat is natuurlijk mooi om te zien, omdat ze ook wel beseffen van kijk, Belgische producten verdienen extra aandacht. Dus weet dat wij toch ook een vrij groot politiek netwerk hebben en dat we daarop ook kunnen inspelen. In de business tools proberen wij eigenlijk de ondernemer van vandaag te helpen met allerlei tools aan te reiken, zowel voor de grote als de kleine ondernemer. Dat gaat van vragen rond e-commerce, digital lead generation. Hoe moet ik aan field activatie doen? Hoe moet ik mijn digitale communicatie op orde zetten? Hoe moet ik met legal vragen om corporate communication, zoals Paul straks ook gaat uitleggen. Dus we hebben een set van tools die ter beschikking is van onze leden. En last but not least hebben we de networking effect dat we genereren, de webinars, this is the first. We hopen natuurlijk dat er binnenkort, dat COVID ons een beetje gunstiger gezien is en dat we ook fysieke evenementen kunnen organiseren. Dus gewoon fijner om een lekkere gin te drinken samen. En dan uiteraard proberen we business te genereren tussen de verschillende leden. Voilà, hier hebben jullie een overzicht van verschillende leden die we ondertussen in onze club mogen, die onze club rijk is. Je ziet een mooie diversiteit van mensen, van restaurateurs, van chefs, mensen die bezig zijn met verlichting, juwelenmakers enzovoort. Dus we gaan er uiteraard niet bij stilstaan, maar je ziet een eerste flavor van de leden. Kort voor ik de presentatie aan Paul ga geven, wou ik nog drie inzichten met jullie delen. De reden waarom dat wij denken dat lokaal belangrijker is dan ooit. De mensen van het World Economic Forum schreven recent dat globalisering natuurlijk iets is wat al langer bezig is. Klimaatversnelling zien we ook alleen nog maar toenemen. Maar van daaruit zien we toch meer en meer de vraag naar lokale producten en de vraag van de mensen om ook een stukje de consumptie te gaan vertragen. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat plots global supply chains onderbroken werden en dat we eigenlijk een stuk verplicht werden om lokale producten te gaan sourcen. Straks ook in het verhaal van Philip meer daarover.
Consument wordt ook meer veeleisend en die veeleisendheid dat reflecteert zich in een grotere diversiteit van producten die de consument zoekt. Ze willen authenticiteit horen en ze willen vooral ook transparantie horen. Dit komt uit het Deloitte Consumer Report. Transparantie, keywords, straks ook in de presentatie van Paul. En tot slot, mijn laatste input is community power. Wordt meer dan ooit belangrijk. We zijn hier nu ook weer al verzameld op een digitaal platform. Mensen met elkaar verbinden, dat is wat we bij Local Exclusives graag doen, maar de consument gaat dat ook zelf op zijn eigen manier gaan organiseren. Zoals bijvoorbeeld de hashtag #SupportYourLocal die in het leven is geroepen en die ondertussen zeer populair is wereldwijd. Voilà, voilà. Dat was eigenlijk de presentatie die ik even de intro die ik wou doen naar ons webinar. Uiteraard, hier hebben jullie onze gegevens. Jullie kunnen ons contacteren voor de mensen die willen aansluiten bij Local Exclusives. Maar ik ben zeer blij en vereerd om het stokje van de presentatorrol door te geven aan de one and only Paul Baillard. Paul Baillard heeft ondertussen een 20-tal jaar op zijn track record staan in leidinggevende functies. Als het gaat over communicatie, was onder andere general manager van Weber Shandwick. Maar heeft daarnaast nog zoveel rollen opgenomen, te veel om op te noemen. In ieder geval een autoriteit als het gaat over communicatie. En Paul gaat het hebben over purpose marketing. Dus Paul, hartelijk welkom en the floor is yours. Dankjewel, Wim. Wacht, ik ga proberen mijn scherm te tonen. Ja. Voilà, ik hoop dat jullie mijn scherm kunnen zien. Ja. Ja. Goedemiddag allemaal. En ja, in de eerste plaats bedankt Wim voor deze zeer mooie introductie die mij doet blozen. Dus ik zou het vandaag met jullie eventjes over leading with purpose willen hebben. Wat eigenlijk het mantra zou moeten zijn van elk bedrijf of merk dat zichzelf een toekomst toewenst. En waarom ik dat zeg, wordt misschien en hopelijk ook iets duidelijker daarna. Maar ik denk echt dat bedrijven niet langer aan de zijlijn kunnen blijven toekijken hoe de wereld voor een stukje dan toch om zeep gaat. Hè. We hebben natuurlijk COVID, maar er zijn ook heel andere sociale problemen, maatschappelijke problemen, klimaatproblemen die ons verplichten om eigenlijk ook voor bedrijven om zich te engageren. Dus waarom is purpose? En ik gebruik het Engelse woord purpose, want ja, in het Nederlands wordt dat als doelstelling of betekenismarketing wordt soms ook gebruikt. Maar waarom is dat belangrijk? En hoe kan je dat in de praktijk omzetten? Dus daar wou ik het eventjes met u over hebben. En daarnaast ook een aantal concrete voorbeelden en tips te geven. Met een specifieke aandacht dan voor lokaal. Want dat is inderdaad, zoals Wim eigenlijk al heeft aangegeven, een heel belangrijke troef in purpose. Heel kort misschien nog even mezelf introduceren. En dank je Wim voor de 20 jaar. Ik heb intussen eigenlijk al meer dan iets meer dan 20 jaar op de teller staan. Op een bepaald moment stop je. Still looking good. Op een bepaald moment stop je met de tellen natuurlijk. Maar goed, ik heb dus voornamelijk, ik heb eerst in België gewerkt, daarna ook in Parijs en Londen. Europese campagnes gedaan, heel veel corporate en ook veel marketingcampagnes. Want die komen heel sterk bij elkaar. De bedrijven die achter producten staan. Vroeger was dat gescheiden, vandaag loopt dat allemaal door elkaar en ook samen in purpose eigenlijk. Vandaag spits ik mij vooral toe om ook kleinere bedrijven te ondersteunen. Ik ben dus nu freelance consultant, werk met een aantal partners, zoals natuurlijk Wim ook, om mijn internationale ervaring te gebruiken, maar ook mijn, ik noem dat zest for purpose, in de praktijk te brengen. Een van de dingen bijvoorbeeld die mij passioneert, iets wat ik ook eigenlijk... Prodeo is bijvoorbeeld de voetbalploeg of het platform BX Represent, dat eigenlijk de jongerenwerking is die Vincent Company heeft gecreëerd, om die ook te ondersteunen voor de goede zaak. Goed, laten we dan van start gaan. Wat is purpose en waarom? Waarom is het eigenlijk belangrijk? Ja, je kan er niet onderuit. Wim is er eigenlijk ook mee begonnen. COVID-19 heeft ons leven grondig door elkaar geschud en uiteraard ook zijn stempel gedrukt op de markt voor de luxe en de consumentenproducten. Dit is een studie van Bain. Bain, die een van de toonaangevende commentatoren is op die markt. Een studie van november, denk ik, vorig jaar. En daaruit blijkt dat de markt voor luxe producten vorig jaar met 23% gekelderd is. Zoals altijd biedt een crisis natuurlijk ook perspectief voor nieuwe trends. En wat we zien is eigenlijk in de eerste plaats dat er een versnelde groei is van lokaal kopen, hè.
En daar praten we vandaag natuurlijk veel over. Maar die markt wordt eigenlijk momenteel ook aangevoerd door China, waar 80% van de consumenten eigen merken kopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het reisverbod, maar ook met de handelsoorlog en het protectionisme van de eigen lokale markten die optreedt. Een tweede trend die accelereert, zal ik maar zeggen, is het digitale luik. Hè. Lokaal aankopen, jawel, maar wel digitaal. Volgens Bain wordt online tegen 2025 het belangrijkste aankoopkanaal voor luxe. Dat hadden we nooit gedacht natuurlijk, want winkels blijven een belangrijk uitstalraam. En dit gezegd zijnde, winkels zijn niet dood, dat blijft natuurlijk. Hè. En dan de derde trend, last but not least, is natuurlijk buy purpose. We zien eigenlijk dat ethics even belangrijk worden als aesthetics. Hè. Nu dat consumenten meer en meer bewust gaan kiezen voor purpose brands. Merken met een positieve impact op maatschappelijke problemen van vandaag. Daar draait het eigenlijk om, als we het over purpose brands hebben. Ik grijp graag terug naar een boekje dat ik in 2014 heb gereden, dus het is al niet zo recent. Dus het is een begrip dat ook al langer meegaat. Dat is een boekje van reclameman David Hyatt. Ik denk dat die van Saatje en Saatje kwam. Die eigenlijk in 2014 al dit mooie, iets wat poëtisch, naïeve manifesto schreef. Hè? U leest het zelf maar, u vindt het op de slide. Maar why brands with a purpose do better and matter more? En het belangrijkste punt is, hij zegt, kijk, de nieuwe merken zijn vooral, wat je in een mooi Frans woord kan doen, zeggen, humanoïde. Hè? Companies become human, they feel human. Het gaat over emoties. En winst kan niet langer ten koste van alles. Waarom dan moeten bedrijven purpose inschrijven in hun strategie? Is dat niet de rol van anderen, hè? Van regeringen, van politici, van media, van NGO's? Wel, gewoonweg, en dat is een studie die de Edelman Trust Barometer, van 2 maanden geleden, dus heel recent. Dus een jaarlijks weerkerende studie. Wel, gewoon is omdat consumenten hebben gewoon meer vertrouwen in bedrijven dan in regeringen, media of zelfs NGO's. Er was een tijd dat anders was, hè, dat de bedrijven de boosdoeners waren. Uit deze studie blijkt bijvoorbeeld dat 86%, wat toch een enorm hoog cijfer is, van consumenten of burgers wereldwijd, van bedrijfsleiders verwachten dat ze eigenlijk zich publiek uitspreken over een aantal maatschappelijke problemen. Terwijl media en regeringen blijven steken op maximaal 50%. Er is ook recent onderzoek, België heeft veel minder onderzoek, maar bij een peiling van Belgische communicatieprofessionals blijkt dat zij als belangrijkste communicatiedoelstelling van een onderneming het innemen van een standpunt en het uitdrukken van een publieke opinie is. Die percentages lagen iets lager, maar het was wel de nummer 1 doelstelling. Dus met andere woorden, we kunnen er niet onderuit. Er is een dringende vraag dat bedrijven een positie innemen. En wat we zien, dit is opnieuw ander onderzoek van Kantar Consulting, ook vrij recent. Die verwachting ligt eigenlijk het hoogst bij de jongere generaties, wat niet te verwonderen is. Hij ziet daar 61% van centennials en millennials. Dus millennials zijn degene die eigenlijk net voor de eeuw, of de millenniumwissel zijn geboren. En dan de centennials zijn degene die de jongeren zijn, die daarna zijn geboren. Dus laten we zeggen, grofweg tussen 15 en 35 jaar. Wel, die verwachtingen liggen enorm hoog. En dat zijn natuurlijk ook de nieuwe consumenten. Nu, het mooie aan het verhaal is, niet alleen is de verwachting er, maar beautiful business is dus niet alleen een noodzaak, maar loont ook. Het is een key value driver. Het creëert waarde voor iedereen. In de eerste plaats heeft het dus, zoals gezegd, een impact op het koopgedrag van consumenten. Er zijn andere studies die erop wijzen dat consumenten ook bereid zijn om meer te betalen voor merken die een hoog purpose gehalte hebben. Maar het heeft ook een impact op de groei van de merkwaarde. Brands is een studie die sommigen onder u zullen kennen, is ook een wereldwijde studie, die eigenlijk meten hoeveel waarde een merk heeft. We weten allemaal dat Coca-Cola altijd een van de grootste waarden had als merk. We zien dus bijvoorbeeld in die groene staaf, dat zijn eigenlijk merken die 2 maal zoveel waarde zouden hebben, omdat ze dus purpose heel hoog inschrijven. En een derde waardefactor is dat het ook zou bijdragen tot een grotere return on investment voor aandeelhouders. Nu, dat betekent dus dat het eigenlijk een win-win is voor people, planet en profit. En dat is wel heel mooi meegenomen.
Goed, laten we dan heel eventjes kijken naar hoe je de kracht van de purpose kan benutten, hoe je dat kan integreren in je bedrijf en marketing en hoe bepaalde bedrijven dat vandaag de dag al doen of niet doen. Iedereen kent wel de missie en visie van bedrijven. Heel wat bedrijven hebben die. Maar purpose overstijgt eigenlijk die traditionele missie en visie die wel geformuleerd zijn. Dus missie draait eigenlijk rond, om het eenvoudig te stellen, waar zijn we mee bezig? Wat doen we? Wat zijn onze activiteiten? Welke producten maken we? Terwijl visie alles te maken heeft met onze ambitie. Hè? Wat willen we worden? Welke speler willen we zijn in onze markt? Maar het waarom, Wim had het er ook al over, waarom we dat doen, is vandaag eigenlijk nog belangrijker dan al de rest. Wat is onze raison d'être? Hoe creëren we betekenis in een samenleving die meer en meer onder druk staat? Dat is eigenlijk purpose. Je moet het bijna als een cirkel zien die al de andere missie en visie incorporeren. Je zou kunnen stellen dat purpose een beetje de nieuwe 21ste eeuwse versie is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar met een veel sterkere focus op authenticiteit en impact. De tijden dat het met mooie slogans af te komen, die is voorbij. Purpose is geen gimmick, maar moet wel degelijk ingebed zijn in alle geledingen van een onderneming. Vanaf de portfolio van producten, tot de cultuur van het bedrijf, tot de processen en de systemen, en ook het meten van de impact daarvan. Dus dat is een totaal ander spel. Velen kennen onder u waarschijnlijk ook het boek van Simon Sinek, The Golden Circle, die dat ook zo uitlegt. Hij legt uit hoe en waarom sommige bedrijven inspireren en waarom anderen dat precies niet doen. Dus in wezen zegt hij hetzelfde. Hij zegt, elk bedrijf weet wat het doet. Sommigen weten ook hoe ze het doen, wat hun waarde is, welk competitief voordeel ze hebben, maar zeer weinig bedrijven weten waarom ze doen wat ze doen. Terwijl dat nu precies de grootste aantrekkingskracht is. Dat is precies wat mensen, wat consumenten binnenhaalt naar je merk toe. Dus zoals Sinek aanhaalt, moeten we met verbijstering toch wel vaststellen, opnieuw uit het Kantar-rapport, dat slechts 1 op 10 bedrijven nagedacht hebben over purpose. Of een plan hebben om hun overtuigingen om te zetten in daden. En in alles wat ze doen. Terwijl een merk met purpose nu precies een positieve impact heeft op alle aspecten van je business. Het creëert innovatie, het zwengelt innovatie en creativiteit aan. Het betekent ook meer waarde voor je talent. Mensen, de millennials vandaag, willen niet meer gaan werken voor bedrijven die niet goed bezig zijn. En ook klanten en de bredere gemeenschap verwacht dit van een bedrijf. Laten we dan even een kijkje nemen welke bedrijven dat dan momenteel wel doen. Wel, er zijn de 50 sustainability en climate leaders. En je ziet dat heel wat bedrijven, zoals ook zij, die een purpose statement hebben die gebaseerd zijn op de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die nota bene al uit 2015 stammen. Ik ga ze niet opsommen, je ziet ze op slide. Maar er zijn eigenlijk 2 grote clusters. Die leaders gaan voornamelijk focussen eigenlijk op het mensen, waar problematieken zoals armoede, honger, gelijkheid tussen man en vrouw. En het andere grote thema is planeet, schone energie, de bescherming van water en land en zo verder. Wat mijn vaststelling is, als ik daar eerlijk in mag zijn, is dat hun purpose statements toch nog heel algemeen en vaag blijven. Fighting climate change, dat zeggen honderden bedrijven. Of eradicating hunger. Of wat Unilever bijvoorbeeld zegt, making sustainable living commonplace. Mooie slogans, maar die vaak toch een beetje hol blijven. Ik heb hier voor u een aantal uitgekozen rond de 2 grote thema's. En laten we even een kijkje nemen naar enkele merken die volgens mij purpose toch iets meer in hart en ziel dragen en uitdragen. Het eerste, een van de bedrijven die hier volgens mij op meer strategische manier mee bezig zijn, is Volvo. Volvo is een van de eerste automerken die zich er al lang toe verbonden heeft om tegen 2025 maar liefst 1 miljoen elektrische auto's op de weg te brengen. Vanaf 2019 wordt elke wagen met een elektrische motor uitgerust. Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest. Dat zijn de campagne die trouwens nu loopt. En dat ambitieuze engagement toont ook aan dat Volvo het voortouw durft te nemen
om een schonere mobiliteit te omarmen. En we zien trouwens nu dat de anderen in de voetsporen volgen. Hè. Volkswagen heeft ook al dergelijke ambities uitgesproken. Een ander merk is VEA, die voor heel veel de leukste duurzame sneakers zijn. En dit is een Frans merk. Dat zijn eigenlijk twee mooie story eigenlijk. Twee Franse financiers die eigenlijk in de financiële wereld in New York en Washington werkten. En die op een bepaald moment de vraag zijn gaan stellen, is er eigenlijk ook een betere wereld mogelijk en kunnen merken daaraan meewerken? En zij hebben dus dat merk opgericht, VEA, en maken dus duurzame sneakers die worden geproduceerd in Brazilië. Dus gemaakt van biologisch katoen, fairtrade rubber en plantaardig gelooid leer. In Good On You, wat eigenlijk een soort van duurzaamheidsscore is, krijgen ze dan ook een topscore van 13 op 15. Kijken we naar een aantal andere thema's. We zien bijvoorbeeld, behalve de strijd tegen de opwarming van de planeet, zijn het ook vooral weer die jongere generaties die een ongekende nadruk leggen op het aanpakken van sociaal en raciaal onrecht. Even kijken naar merken zoals IKEA, Procter & Gamble, die maar al te graag op die actuele thema's inspelen, hè? Zoals ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. IKEA heeft bijvoorbeeld dit digitaal kaartspel op Instagram gelanceerd, waarin het eigenlijk een debat wil lanceren over ja, het feit dat bijvoorbeeld tijdens de coronaviruscrisis het nog altijd de vrouwen zijn die eigenlijk al de chores, de huisjobjes op zich moeten nemen. P&G doet dat ook. Wat ik daarbij opmerk is opnieuw, zij doen een pleidooi, hè, zoals P&G bijvoorbeeld vraagt, bigger equality in household chores. Maar het blijft vaak bij pleidooien. En wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat die bedrijven het zelf ook in de praktijk moeten zetten. Zalando heeft ook een nieuwe campagne gelanceerd, Here to Stay, waar het speelt weer met thema's zoals inclusiviteit en diversiteit. Hè? Iets waar Dove bijvoorbeeld ook al lang mee bezig is. Dit is een campagne van Dove bijvoorbeeld, waarin ze pleiten voor paternity leave. Iets wat opnieuw Volvo bijvoorbeeld al in de praktijk heeft gebracht hier in zijn Belgische vestiging. Hè? Ook mannen hebben nu het recht op paternity leave. Als we dan naar merken kijken die echt vanaf het begin en vanuit hun eigen DNA daarmee bezig zijn, hier zit een mooi voorbeeld vanuit een buurland. Tony's, of eigenlijk ook een Belgisch merk voor een deel, want Tony's Chocolonely is opnieuw een mooi verhaal. Het is een Nederlands chocolademerk dat in 2015 werd opgericht door drie onderzoeksjournalisten die eigenlijk aan het licht brachten dat er eigenlijk jonge zwarte kinderen illegaal in cacao-plantages te werk gesteld werden. Zij hebben dat in een documentaire verwerkt. Zij wilden daarop een reactie vragen van de grote merken en het werd een grote stilte. Dus daarom hebben ze eigenlijk besloten om zelf dat merk te lanceren. En het is eigenlijk met een Belgisch merk of een Belgische artisanale chocolatier dat ze van scheep zijn gegaan. En ik las gisteren in de Standaard trouwens dat ze dit bedrijf ook overgenomen hebben. Het is het nummer 1 chocolademerk in Nederland. Dus die strijd heeft geen windeieren gelegd. En zij ijveren blijven verder voor slave-free chocolate. Twee voorbeelden opnieuw heel recent van bij ons. Trouwens een heel mooi Belgisch voorbeeld. Twee Belgische merken. Het ene is Limburgs, JBC. Het andere is Waals, Kalani, die dus beddengoed doen. Die allebei al lang ook ethisch bezig zijn en met ethisch kleding of beddengoed. Die ook een eigen sustainability report uitbrengen. JBC doet dat, waarin je perfect kan nagaan wat de impact is van al hun programma's. Maar hun laatste initiatief dat ze samen hebben genomen is eigenlijk, en dat is wel heel mooi, lanceren zij een pleidooi voor de ketenzorgwet. Zij hebben de politici gevraagd, de ministers gevraagd, om een soort van wettelijke omkadering te geven, waarin bedrijven ook hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen in het respecteren van mensenrechten in de hele keten, hè? In de toeleveringsketen. Iets wat grote bedrijven vaak niet doen. En dat vind ik toch wel een heel verrassend pleidooi, dat de bedrijfswereld het initiatief neemt en daarmee naar de politiek stapt. Ook tijdens een crisis die ook deze sector toch wel zwaar getroffen heeft. Goed, dat waren enkele voorbeelden. Ik hoop dat u ook wat appetijt heeft gegeven. Dan nu tijd voor enkele tips om purpose hoog in het vaandel te voeren en om het in concreet in de praktijk te zetten. Mijn eerste regel zou zijn,
Be bold. Wees moedig. Wees niet het zoveelste bedrijf dat de planeet gaat redden. Je moet ambitieus zijn, maar je moet ook realistisch zijn in wat je kan bereiken. Daarom is het beter om een klein doel te kiezen dat nauw aansluit bij je activiteiten, dan grote, ronkende beloftes te maken die je toch niet kan waarmaken. De tweede stelregel daarin is, wees ook uniek. Probeer jezelf ook te differentiëren. Spring niet op dezelfde kar van zoveel andere bedrijven die het zoveelste zijn die bijvoorbeeld de energietransitie gaan bespoedigen. Leg je oor te luisteren in wat er binnen en buiten je bedrijf gebeurt. En daarom, meeste bedrijven en kleine bedrijven hebben een heel mooi verhaal. Ik zou zeggen, ga op zoek naar je eigen roots. Ga op zoek naar je eigen founder story. En betrek ook je eigen mensen uit je eigen bedrijf in dat verhaal. En een laatste punt dat volgens mij heel belangrijk is, wees coherent. Als je in de bres wil staan voor het klimaat, zorg er dan ook voor dat je jezelf niets te verwijten hebt. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb jaren geleden voor een groot automerk de eerste groene auto in de markt moest zetten. En ik ben toen ook naar de directie gestapt en zeg, dat is een heel moeilijk verhaal. Vooral als jullie ook het bedrijf zijn die de meest vervuilende wagen ter wereld maken. Dus je moet heel zelfkritisch zijn. En doe het ook niet alleen. Doe het met het bedrijf. Het bedrijfsleven kan het doen. Stap naar de overheid, hè, zoals het voorbeeld aangaat. Doe het samen met NGO's. Creëer een gemeenschappelijk platform. En zo ga je ook sneller en ben je vaak ook veel geloofwaardiger. Want waarom is authenticiteit zo belangrijk? Wel, heel eenvoudig. Er wordt zoveel bullshit verkocht. En mensen nemen dat eigenlijk niet meer. En dat is een beetje de vreemde paradox. Ik zei eerder, consumenten verwachten vandaag de dag veel meer heil van bedrijven en merken om een positie in te nemen. Maar tegelijkertijd bekritiseren ze die merken ook, of toch heel wat van die bedrijven, omdat er te veel leugens worden verteld en te veel misleidende informatie wordt verspreid. Niet alleen door de politici, maar ook door de bedrijven zelf. Daarom is dat belangrijk. Laten we eventjes maar een kijkje nemen. Hè? Want dat resulteert uiteindelijk in een toenemende backlash. Hè? Een soort van boemerang die eigenlijk terugkeert. Herinnert u zich nog BP, het bedrijf dat Beyond Petroleum ging? Wel, dat hebben ze een beetje terug in de lade verborgen. Vandaag is het Reimagining Energy, Reinventing BP. Mooie grote slogan. Want het neemt niet weg dat ze eigenlijk constant de NGO's op hun dak hebben, omdat ze eigenlijk nog altijd het leeuwendeel van hun productie is nog altijd fossiele energie. En wat dacht u van Philip Morris? Delivering a smoke-free future. Nou, dat klinkt heel ambitieus. Onder druk natuurlijk, hè, want de tabaksindustrie staat natuurlijk onder grote druk. En het interessante is dat de heren van Philip Morris, want het zie je als je de foto ziet, kijkt op hun website, male white, hè, diversiteit is blijkbaar ook een belangrijke doelstelling bij hen, dan zie je dat ze zelf ook wel beseffen dat dit heel wat backlash zal creëren. Ze zijn zich daar wel van bewust. Laatste voorbeeld, Alphabet, zal ik misschien niet zeggen. Misschien meer als ik u zeg, het moederbedrijf achter Google. Promote freedom and focus. Niet slecht voor een bedrijf dat onze data te grabbel gooit eigenlijk en onze vrijheid voor een stuk beperkt of in bubbel steekt. Maar goed. Ik ga even de partypooper van dienst zijn, maar time-wise nog een kleine 4-5 minuutjes. Goed, dan ga ik verder. Dit zijn andere merken die ook toch wel beschuldigd zijn van purpose washing. Maar die ga ik laten. Tweede regel is eigenlijk demonstreer, gebruik feiten, onderbouw wat je doet met concrete actie en meet je impact. En gebruik data daarvoor. Bijvoorbeeld, dit is een Amsterdams modelabel, Lab Fresh, die dus eigenlijk duurzame herenkleding produceert die langer meegaat. En die hebben een enquête gedaan naar de grootste textieldumpers, zal ik maar zeggen, in Europa. En daaruit bleek dat België met 15 kilo bijna per jaar, die weggegooid wordt, dat wij een van de kampioenen zijn. Mooie hoek ook, mooie kapstok aan je verhaal op te hangen. En ik had het al over Belgische bedrijven, Chameleon bijvoorbeeld. En die zeggen, kijk, over 7 jaar hebben we 37 ton schoenen ingezameld, die nieuwe jobs hebben gekregen, en zo verder. Impact demonstreren. Derde regel is, wees relevant. Plaats je in de schoenen, om over schoenen te spreken dan, van je consumenten, van je klanten of de publieke opinie. Begrijp ook wat hen beroert en wat ze van jouw merk verwachten. Klein voorbeeld daarvan, Starbucks.
herinnert zich die campagne Race Together. Wel, die is eigenlijk als een boemerang teruggekomen. Want hun barista's kregen de opdracht om naast de naam van degene die de koffie bestelde, ook Race Together op de beker te schrijven. Met eigenlijk de bedoeling om een soort van debat te creëren rond racisme en de strijd tegen racisme. En ja, dat heeft gewoon heel veel scepticisme bij de klanten gelokt. En die vonden ook, en dat is belangrijk, dat een koffiebar gewoon niet de plaats was om die hoogdravende gesprekken te hebben. Dus de campagne werd afgevoerd. En dan, we zijn er bijna, Wim. Vierde regel, creëer een unieke consumer experience. We weten meer dan ooit te leven in een experience economy. Dit boek van, is ook nog altijd een van mijn favorites. Het is intussen heel lang, of het is een beetje oud, maar er is een nieuwe editie uit die ook inspeelt op nieuwe trends. Maar betrek je klanten bij het verhaal. Creëer een unieke ervaring. Ik zei het al eerder, online wordt waarschijnlijk het belangrijkste kanaal. Maar dat neemt niet weg dat ervaringen in real life, of ook, en dan spreken we terug over de winkels, of in augmented of virtual reality, heel belangrijk blijven. Dus denk na over hoe je die online experience veel belangrijker wordt. En ik denk dat daar heel wat lokale merken ook nog wel een belangrijke boodschap aan hebben. De Amazons van deze wereld staan daar vaak heel wat verder in. En denk ook even na hoe je de winkel opnieuw kan uitvinden. Local, daar ga ik het niet over hebben. Ik denk dat er voldoende over gesproken is. Hè. Lokale productie maakt je minder afhankelijk van import. Het is goed voor de lokale gemeenschap. En het versterkt de shopping experience. Daar heeft Wim het al het vorige over gehad. Met mooie initiatieven zoals North Sea Chefs. Maar daar gaat Philippe u zo dadelijk ook nog iets meer over vertellen. Maar laatste regel dan, zou ik zeggen, en dat is toch wel belangrijk. Blijf eerlijk. Communiceer eerlijk en met passie. En transparantie boven alles. Niemand verwacht perfectie. Je mag falen. En ook niemand wil dat je vanaf het begin alles goed hebt. Maar het is wel belangrijk dat je daar eerlijk in blijft. En ik ga naar dit voorbeeld van Patagonia. Een van de pioniers eigenlijk in purpose branding. Die hier bijvoorbeeld, je kan het op de website vinden, hun verhaal vertellen hoe zij eigenlijk streven naar een circulaire economie. En wat lees je daar? Wel, we tell our journey towards zero waste and reduced carbon emissions. Failed experiments included. Dus ze vertellen zelf hun verhaal dat, ja, purpose is een blijvende zoektocht naar betekenissen. En daar zitten nu gewoon een aantal hindernissen bij. Je moet dat dus ook gewoon zo accepteren. Goed, ik denk, daarmee heb ik eigenlijk, dit zijn gewoon de conclusies. Spring niet op de eerste kar, denk na, zoek partnerships en betrek je eigen mensen er ook in dat denkproces. Tweede punt, maak purpose een rode draad in alles wat je doet. En laatste punt, show before you tell. Wees eerlijk en transparant. En ja, we zijn met Wim ook aan het werken aan een soort van starters kit, maar hij kan er wel meer over vertellen. Bedankt voor uw aandacht en als er vragen zijn, dan hoor ik die straks wel graag van u. Dank je wel, Paul, voor dit zeer inspirerende verhaal. Uiteraard gaan we straks nog even de tijd nemen om de vragen die er ongetwijfeld waarschijnlijk zijn te beantwoorden. Maar graag zou ik de volgende gast willen aankondigen. Dat is niemand minder dan Philippe Klaes. Philippe Klaes, ik weet dat Philippe een zeer bescheiden kerel is, want dat is laatst toen hij zich voorstelde in de rehearsal van dit webinar, toen zei hij, ja, ik baat een restaurant uit, alsof het een baancafé was. maar Philippe, die is toch de eigenaar en de drijvende kracht achter een van de beste restaurants van België. Ik zal het in zijn plaats zeggen, dat is de Jonkman 2 sterren. Philippe is beste chef van België geweest. Ik heb de eer en het genoegen gehad om hem te leren kennen een paar jaar geleden en heel leuke dingen samen te doen. En ik vind vooral, ook naast zijn persoonlijkheid, het super inspirerend wat hij doet met de North Sea Chefs. En dat is eigenlijk de reden waarom ik uiteraard Philippe heel graag zou willen verwelkomen. Philippe, welkom in dit panelgesprek. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Corona, man. What the fuck? Hè? Zoals je gisteren ook zei. Wat doet dat met de mensen in de horeca? Hè? Want we horen de verschillende verhalen. Maar ik laat een keer graag iemand van het veld zelf aan het woord. In plaats van die in de Kaluwe.
Philippe, wat doet dat met de jong? Oh ja, dat is de hel. Vooral mentaal. Ja, we zitten nu al 7 maanden thuis, zonder vooruitzichten. Nu mogen we wel op 8 mei terug buitenactiviteiten doen. Voor degene, de gelukkigen die wel een terras hebben. De anderen die blijven gesloten. Maar om een voorbeeld te geven, morgen gaan ze beslissen hoe ze die terrassen gaan open doen. Dus, en een week later mogen we open gaan. Dus dat is echt absurd. Dat is een heel, heel moeilijk gegeven. Corona en vooral mentaal. Ja, je moet maken dat de corona niet in je hoofd kruipt. Niet alleen voor mij als ondernemer, maar ook vooral voor het hele team. De rekker is al echt wel heel uitgerotten geweest. Langer had dat niet mee kunnen volstaan. Ja, het had ik eens springen. Kan je een klein beetje aan de mensen die meevolgen toch een klein beetje uitleggen van hoe je daar probeert een draai aan te geven, dat je daar toch een beetje positief probeert in te staan of naar oplossingen zoekt? Hoe pak je dat aan, Filip? Ja. Wel, ik ga zeggen, het is eigenlijk allemaal begonnen eigenlijk vorig jaar, 13 maart, met de eerste lockdown. En dan had ik al onmiddellijk gezegd tegen mijn mensen die bij ons werden van kijk, het gaat tot juni zijn. En iedereen zat me zo wat uit te lachen. En dan heb ik eigenlijk bewust eigenlijk wat rust genomen. Ook omdat we toch wel een tamelijk intense job hebben. Fysisch en ook mentaal. Maar na 5 weken, ja, begon dat toch wel terug weer wat te knagen moet nu toch iets gaan doen, moet nu toch iets gaan ondernemen. En dat was het fenomeen van de takeaway begonnen eigenlijk. En daar heb ik toch wel eens goed zitten over nadenken van hoe kan ik dat nu eigenlijk gaan brengen bij de mensen. Die Jokman, dat is onmogelijk om eigenlijk 2-sterren-niveau krak hetzelfde thuis te gaan meegeven. Ten eerste, iedereen zou het veel te moeilijk hebben om dat allemaal op bord te krijgen. Dat zou een IKEA-bouwpakket worden. En daar zitten de mensen ook niet thuis op te wachten. En voor mij was dat ook niet rendabel, maar ook niet haalbaar. En daarom heb ik eigenlijk gekozen eigenlijk om een formule te doen van Philippe Claes, lekker en eenvoudig thuis. Gewone, simpele dingen dat ik altijd kook voor mijn gezin. Zoals een witloof in de oven, een goede vol au vent, stoofvlees, een stukje vis met bouillaf bij zijn jus, noem maar op. En het was eigenlijk, de formule was eigenlijk €20 voor één gerecht. En dat was eigenlijk wel, dat marcheerde wel enorm. In de tweede lockdown ook. En daar hebben we eigenlijk ook wel gezien, eigenlijk, door dat eigenlijk te doen, dat we eigenlijk totaal wel een nieuw publiek trokken naar ons restaurant. En het resultaat was eigenlijk dat we eigenlijk in de zomer open mochten en dat we eigenlijk de beste zomer ooit gedaan hebben. Mm-hmm. Ja. En dat komt eigenlijk door eigenlijk de takeaway te doen. En eigenlijk wat ik jou onderliggend hoor zeggen, is dat je, ook als de situatie zeer moeilijk is en penibel is, dat je dan toch probeert naar oplossingen te zoeken en er probeert het beste wat uit te halen en nieuwe initiatieven nemen om te zien van kan iets werken, kan iets niet werken, hoe... Dat is de manier waar je er wat in staat, denk ik. Hè? Ja, ook. Ja, ook like nu ook. Ja. Het is constant. Moet je eigenlijk een soort van chameleon zijn. Hè, en aanpassen. Nu ook. 8 mei mogen we terug open gaan. Ik heb natuurlijk het geluk. We hebben een mooi terras. We kunnen eigenlijk iedereen buiten serveren. Of als ook binnen serveren. Maar mijn terras is eigenlijk gemaakt eigenlijk om eigenlijk buiten te gaan serveren als 30 graden is. Mm-hmm. Ook in de formule dat ik doe, de fine dining, is dat niet evident om nu in dit weer iemand 3 uur aan tafel te zetten. En nu ben ik ook bezig met een externe firma aan het kijken hoe ik eigenlijk dat kan oplossen, zodanig dat ik eigenlijk wel zo rap mogelijk open kan. Ja. Maar dan onder een soort van andere formule, maar wel leunend aan het niveau van die jongman. Philippe, we gaan het ook hebben over de toekomst en over de zaken die je in het verleden hebt gedaan. We gaan corona een klein beetje in de kast duwen even. Op weg naar een mooi positief verhaal. En dat is de North Sea Chefs.
Maar het is eigenlijk ook wel geconnecteerd met het wordt misschien nog versneld of versterkt door de coronacrisis. Hè. Ik ga jou het initiatief zelf laten uitleggen, maar het is misschien nog relevanter dan ooit wat dat je doet met de North Sea Chefs. Hè. Kan je even uitleggen aan de mensen wat dat je doet met de North Sea Chefs en waarom dat je dat doet? Ja, ik ga het heel kort houden, want ik kan uren praten over de North Sea Chefs, omdat dat mijn passie is. En ik vind ook, je moet iets doen met passie en ambitie. En ik ben eigenlijk 47 jaar en ik heb altijd in keukens gewerkt. Mijn ouders al vroeger een restaurant. Ik ben eigenlijk opgegroeid tussen de potten en de pannen. Dan heb ik het eigenlijk geluk gehad om eigenlijk bij twee grote leermeesters te gaan leren. Geert van Ecke en Sergio Herman. Ik denk dat iedereen wel die twee namen kent. En dan in 2006, ik was dan 32 jaar, ik ben nogal een tamelijke laatbloeier. Begin ik mijn eigen droom eigenlijk, mijn eigen restaurant. En ik stap daar eigenlijk in, zonder, ja, wel met een enorme bagage natuurlijk. Maar eigenlijk zonder voorbereiding. Zonder idee van, ja, welk concept wil ik brengen, welk idee wil ik brengen, welke identiteit. En ik heb dat toch wel bewust 2 jaar zitten achterzoeken. Ik heb me ook niet laten beïnvloeden door andere chefs. Ik ging niet op restaurant. Maar ik was wel leergierig. Ik heb heel veel buitenlandse stages gedaan. En een van die stages was eigenlijk in Tokio, in Japan. En daar heb ik eigenlijk gezien hoe Japanners te werk gaan, hoe chauvinistisch ze zijn, met welke producten ze werken. Maar vooral ook, het beste houden ze voor zichzelf. En eigenlijk het B-materiaal was eigenlijk export. En ik was eigenlijk ook aan het werken met heel veel invloeden uit de Oosterse keuken, met producten van over heel de wereld. En dan zag je bijvoorbeeld op de vismarkt in Tokio de kwaliteit van de tonijn. En dan vergeleek ik dat met de kwaliteit van bij mij in het restaurant. En dan was ik echt beschaamd. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een soort van wake-up call van, wat ben je eigenlijk aan het doen? Zoek het niet te ver, zoek het rondom jou. En dan heb ik eigenlijk alles veranderd in het restaurant en meer lokaal gaan werken. Op zoek gegaan om eigenlijk de tonijn en de zalm te gaan vervangen. In contact gekomen eigenlijk met de Stichting Duurzame Visserij. De problematiek gezien van de vissers, dat er heel veel vis terug in zee gegooid werd, waar er niets mee gedaan werd. Om je een voorbeeld te geven. Iedereen kent tong, maar als we 1 kilo tong vangen, dan hebben we eigenlijk 40 kilo bijvangst. Mm-hmm. Visjes waar ze niks mee deden. Mm-hmm. En ik vond dat schandalig. Dat was in 2008. Ik vond dat not done, dat er eigenlijk zoveel food waste was. En mijn opa, die was ook visser. En ik had hele goede herinneringen aan vroeger. En ik zeg van, kijk, ik ga daar eigenlijk mijn identiteit van maken. Om eigenlijk te gaan werken met eigenlijk onbekende, onbeminde vissen. En dan kom je eigenlijk tot de vaststelling dat je klanten daar niet klaar voor waren. Ik had, dan 1 Michelinster. En ik heb dan in 1 klap eigenlijk toch wel... Hey, Filip, ze hebben even kwijt. In the heat of the moment. Hallo? Ja, Filip, je was even weggevallen. Maar je had het over het feit dat je klanten begon te verliezen op het moment ja. dat je dat lanceerde. Hè? Ja, sorry. En dus ik verloor 40% van mijn klanten. En dan heb je natuurlijk... de keuze, oftewel grijpen terug naar het oude gekende, oftewel ga je tegen de stroom in en breng je verandering. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk voor het laatste gekozen. Ik ben nogal een tamelijke koppige steenezel. Ik ben ook een West-Vlaming met de voetjes in de klei. Eh? Maar nee, dat was mijn hart lag daar. En ik vond dat onrecht dat de visser eigenlijk 24 of 24 zitten vissen en zijn vangst krijgt hij niet verkocht. Het wordt terug in zee gegooid. Ja, de visserij stond onder een enorme druk dan. Was op uitsterven na dood. En daarom heb ik eigenlijk samen met Rudy van Bijlen zitten nadenken van hoe kan ik dat eigenlijk gaan oplossen. En onze oplossing was eigenlijk van kijk, we gaan een groep chefs contacteren. We gaan er de North Sea Chefs van maken. En we gaan eigenlijk bewust eigenlijk actie gaan voeren. Mediaactie gaan voeren. Om eigenlijk iedere vis een identiteit te geven. En te zeggen aan de consument wat ze ermee kunnen doen. Mm-hmm. Ja. En die North Sea Chefs, dat is ondertussen toch een klinkend succes.
Er zijn ook al Nederlandse chefs die meedoen. Belgische chefs, want daar is het uiteraard bij jou begonnen. Ondertussen, hoeveel chefs zijn aangesloten bij het platform, Filip? Wij hebben nu bewust om de 2 jaar. We werken helemaal met een onderzoeksteam. We zijn begonnen met het eerste onderzoeksteam. En ieder onderzoeksteam duurde eigenlijk 2 jaar. Dus die mensen krijgen dan eigenlijk testmateriaal, een blue box noemen we dat, met technische fiches, met fiches in, waar ze mee aan de slag gaan. En al die info wordt eigenlijk op de website gezet. En nu zitten we toch al met een 70-tal chefs, waar we die in ons onderzoeksteam zitten, waar we mee naar buiten komen, waar we mee campagnes voeren. En daaronder hebben we toch 2500 steunende leden die ons steunen, die onze visie steunen, die ons volgen. Ja. En men onlangs een keer berekend, bijvoorbeeld op sociale media, hebben we een bereik met alle 70 chefs van 1,1 miljoen mensen dat we kunnen bereiken. Ja, ja. Ik viel achterover. Dat is de kracht van het netwerk dat je hier mooi bewijst, hè, Filip? Ja, maar van mij is dat ook... Van mij is dat mijn hart en mijn ziel. En ik, dat is mijn passie. En ik doe de Jonkman. En dan daarna heb ik de Noordse chefs. En dat staat... Ja, natuurlijk. De Jonkman is natuurlijk het belangrijkste. Hé, want dat is mijn levenswerk. Maar de Noordse chefs, ja, ik werk daar iedere vrije minuut dat ik heb, stop ik bijna in de Noordse chefs. En dat is ja, een soort sneeuwbaleffect geworden. In het begin zeiden ze tegen ons van, wat gaan jullie nu doen? 2 kokjes die gaan Belgische vis populair, maar hebben we gezegd van, kijk, ja, oké, Belgische vis is nu niet populair, maar wij gaan daar verandering in brengen. En dat is een soort van sneeuwbaleffect geworden. Als je nu kijkt naar de huidige coronacrisis, je vertelde mij onlangs dat je bent een verwoed fietser. Je bent ook fan van een bepaald wielerteam dat begint met een D en eindigt op een koning, Quickstep. Beste team van de wereld. Ja, absoluut, absoluut. En Belgisch. Maar je vertelde mij onlangs dat je het zo ongelooflijk vond dat je had stukken die je moest laten overkomen voor je fiets of je had stukken nodig liever. En je moest er dan 4-5 maanden op wachten en dat is, je reageerde daar nogal heftig op, hè? Ja, wel. Ik fiets veel en dat is mijn uitlaatklep. En ik had eigenlijk een velg die kapot was. Een carbonen velg. Gelukkig heb ik 2 fietsen. En dus ik kreeg die terug in garantie. En kijk, die fiets staat nu al bijna 3 maanden bij de fietsenmaker. Omdat het onderweg is, omdat de stukken er niet zijn. Als je bijvoorbeeld valt met je fiets en je moet bepaalde stukken gaan vervangen, ja, dan als je echt pech hebt, dan staat je fiets dat 2-3 maanden aan de kant. Ik vind dat, ja, dat is toch te zot voor woorden. We zijn 2021 en we zijn zo afhankelijk van andere continenten, andere landen. Ik vind dat een slecht signaal. En we mogen nog blij zijn dat we eigenlijk hier nog eigen landbouwers hebben en eigen vissers hebben. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom dat ik me zo inzet voor onze Belgische visserij, dat ik dat niet wil laten verdwijnen. Dat is een rijkdom dat we hebben. En dat is iets om trots op te zijn. Lokale producten. En ik vind dat toch wel de les moet zijn van nu heel die Chinese griep. Bazaar, ik ga het maar zo zeggen. dat toch wel een wijze les moest zijn voor veel ondernemers van fuck, we moeten terug weer de handschoen opnemen en eigenlijk maken dat we terug weer eigen productie doen. Ja, en een stuk die fierheid wat terugkrijgen. Ik denk dat Japanners, je haalt het voorbeeld aan, Japanners een stuk fierder zijn over hun eigen land en hun eigen producten en dat wij als Belgen zijnde misschien net niet fier genoeg zijn. Ja, dat is jammer. Ik vind dat jammer. Hè? Filip, met jou kunnen we nog uren doorgaan, net als met Paul, maar we gaan de mensen nog de kans geven om vragen te stellen. Maar ik zou aan de beide heren nog een afsluitende vraag willen stellen voordat we naar de Q&A overgaan. Is, als er één ding is dat je zou willen meegeven aan ons publiek, ergens een levensles, dus misschien wat te zwaar op de hand, maar iets dat je zegt van dat is de takeaway die ik zou willen meegeven aan de mensen. Voor mij zijn er bepaalde
keywords, dingen die belangrijk zijn in hetgene dat ik doe, en dat is vooral passie. Passie, eerlijkheid, ook duurzaamheid, maar duurzaamheid vind ik nogal een tamelijk moeilijk woord, en ik gebruik dat eigenlijk nooit. Ik heb het liever over respectvol. Mm-hmm. Respectvol omgaan met ambacht, maar ook met natuur, met eetcultuur, en dat zijn de belangrijke dingen die voor mij belangrijk zijn. En als je alles doet een beetje met gezond verstand, denk dat je al een heel eentje gaat komen. Ja, super. Paul, heb jij nog een uitsmijter langs jouw kant? Een uitsmijter. Eerst en vooral, ik denk dat Filip het heel mooi niet alleen verwoord heeft, maar ook het tot leven heeft gebracht. Het begint inderdaad met passie. En zolang, ik denk, als je ziet zoveel bedrijven, denk ik, die op die kar springen zonder dat er eigenlijk een passie is. En toch nog eerder onder druk van. Omdat ze ook wel zien dat de wereld rondom hen verandert. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik denk dat mensen dat verhaal, dat soort van verhalen, die fake news, misleidende informatie, dat ze dat echt beu zijn. Dus ik zou zeggen, ja, vind je eigen passie. En ik denk echt waar dat vooral kleine bedrijven en lokale bedrijven, we hebben net een prachtig verhaal gehoord, die hebben een story. De familie die erachter zit. Veel bedrijven beginnen met heel mooie maatschappelijke idealen en zo verder. Ik denk, wat ik zou willen meegeven is, geef niet op, wees moedig. Want het is niet gemakkelijk. Als je je nek uitsteekt, dan ja, kan je natuurlijk ook kritiek verwachten. Zoals ik misschien ook al een beetje heb aangetoond. Maar ook vooral, wees ook moedig genoeg om jezelf terug uit te vinden. Want dat is niet altijd even gemakkelijk. Er is altijd weerstand, we weten dat. Je moet veranderen. Filip zei ook, ja, andere positionering, ik verlies 40% van mijn klanten. Dat moet verdomd heel... Moet je toch wel veel moed hebben en koppig zijn om dat door te zetten. En ik denk, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar dat zou ik echt willen meegeven. Vind jezelf er een stuk uit en leer ook uit je fouten. Het is geen sprint. Het is een marathon, het is een hindernissenkoers, om dan in de sportterminologie te blijven. En voilà, je moet daar tijd voor geven. Ja, zeer, zeer mooie takeaways van onze twee gerespecteerde panelleden, die ik super hartelijk wil bedanken voor hun deelname. Ik heb zelf ook nog een call to action langs jullie kant naar de deelnemers toe. Enerzijds kan je uiteraard Filip en de jonkmannen, de North Sea Chefs, steunen. Dat kan je gewoon doen door op het moment dat het terug mag, dat er op restaurant mag gegaan worden, is het een absolute aanrader om eens naar de Jonkman te gaan. www.dejonkman.be, top restaurant. En ik denk dat iedereen ondertussen wel kan getuigen dat Filip ook een top kerel is. Dus voor een super avond of middag kan je het zeker bij hem reserveren. De North Sea Chefs, Filip, kunnen ze ook bezoeken op de website? Kunnen mensen een gift doen? Kunnen ze iets doneren? Kunnen ze zich aansluiten? Hoe kunnen ze jou steunen? Wel, wij zijn eigenlijk een acommercieel bedrijf. Ik kan niet zeggen bedrijf niet, maar we zijn eigenlijk een soort van love brand. Mensen kunnen hun inschrijven. Alles is kosteloos. Zodanig dat je op de hoogte blijft, dat je maandelijks een nieuwsbrief ontvangt. En wij hebben met de North Sea Chefs hebben we nog heel veel plannen. We willen nog heel veel gaan bereiken. En ik denk dat het komende jaar wel het een en het ander wel een klein beetje gaat veranderen. Dus we zien de toekomst rooskleurig in. Dus allemaal surfen, we zien het rooskleurig in. Allemaal surfen naar de website www.denorthseachefs.be. Zeg ik het goed zo, Filip? Ja, ja. Je kan je kosteloos lid maken en dat zou ons enorm steunen. Voilà. Warme oproep. En voor de mensen die daarnet, dat Paul het ook al aangehaald, wij zijn samen met Paul een soort van starterkit naar purpose marketing of purpose communicatie aan het ontwikkelen. Daarover krijgen jullie na dit webinar meer informatie. Dus als jullie Paul zijn verhaal langer willen horen en uitgebreider en vooral Paul laten kittelen aan jullie tenen, want dat is denk ik wel de juiste uitspraak. Be my guest is een fantastische kerel om over de vloer te krijgen bij jullie. Ik ga even naar de vragen of de antwoorden die er zijn. Ik zie hier wat bedankjes van onder andere Sven. Hartelijk dank terug.
Bedankt voor de inspiratie, voor de panelleden. Zeer leuk, inspirerend gesprek. Dus voilà, bij deze dat overgemaakt. Ik zie hier nog niet meteen vragen. Dus als jullie vragen hebben in de Q&A voor een van de beide panelleden, be our guest. Tenzij dat alles zo kristallenhelder was, dat kan ook uiteraard. Maar ik vermoed ook dat er links en rechts wat vragen gaan komen voor een van ons. Voorlopig niet. We krijgen nog een berichtje. Dankjewel. Mooie, inspirerende presentaties. Leuk dat we dat hier gezien krijgen. Ik krijg hier nog een berichtje. People, Planet and Other Purpose. Nice. Van Bruno. Geen vraag, maar een bedankje alweer. Olivier, Food for Thoughts and Action. Fantastisch verhaal van Philippe van Clem. Anja die schrijft mooie presentaties en hartverwarmend. Voilà. Het zijn eigenlijk voornamelijk positieve boodschappen. Dat is alleen maar mooi om te zien om een positief webinar ook af te sluiten. Dus langs onze kant denk ik dat we stilaan dan kunnen eindigen als er niet meteen directe vragen komen. Dan gaan we het webinar afsluiten. We hebben alles opgenomen. De presentaties komen er ook nog aan. En voilà, wij zijn al aan het broeden op een nieuw webinar. En hopelijk ook binnenkort op een nieuw fysiek evenement. Wie weet, bij de Jonkman. Dat zou zeker zomaar eens kunnen. Om het à la Michel Wuits te zeggen. Voilà, op deze koerstermen gaan we afsluiten, dames en heren. We wensen jullie nog een fantastische dag en werkweek. En hopelijk tot binnenkort. Hartelijk dank voor de deelname. Groetjes, dag. 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 Dag.